Maar trouwens, toen maakte ik ook al ja, maar die soort mensen, van vlogs. Je hoeft mensen niet terug te kijken. Nee. I need to blow some steam. Maar dit is dus de geboortedatum van Bacon. Wat ben jij aan het doen? Niks. Nou, ik heb dus net de voorraad aangevuld van de webshop. En dat is te zien. Oh, heb je dat net gedaan? Nee, ik heb de cassettebandjes toegevoegd. Gisteren had ik al... Zou je de tv zacht willen zetten? Zo'n beetje... En er was een beetje wat verwarring. Eigenlijk bij ons was er verwarring. Wanneer nou... Want we hadden natuurlijk vorige week in de vlog gezegd... Wanneer nou Pink Flamingo kwam... En wanneer de White Vanille rollercoaster. Pink Flamingo komt morgen. Dat betekent 10 december. Dus gisteren? Dus gisteren. Vanaf 10... Vanaf 10 is het een beetje aan beeld. Ja. Vanaf 10 december te bestellen. Dus we hopen, als je hem bij ons in de webshop koopt, dat we hem voor de kerst natuurlijk allemaal kunnen verzenden. Er zit wel overal heel veel vertraging op. Dus dat is niet aan onze schuld, maar... nee, maar het is wel te doen dat als je hem, dus als hij morgen online, dus gisteren online komt, dus als je dit dan hebt gezien en je bestelt hem vandaag, dan heb je waarschijnlijk, gaat hij maandag op de bus. Ja, pin ons er niet op vast, maar maandag op de bus. Maar het ligt er ook een beetje aan hoeveel het is en of je dat in één dag weggewerkt krijgt. Dan gaat het een beetje om elkaar. Ja. Om het allemaal natuurlijk onder de boom te krijgen, want dat is de bedoeling, denk ik. En Rollercoaster White Vanille komt pas de 17e. Pas vanaf de 17e, hè? Dat is ook irritant. Dat is ook heel irritant. Laat. Ook daar gaan we ons best voor doen dat hij op tijd verzonden wordt door onze webshop. Ja, anders doen we toch een paar dagen eerder. Anders doen we het misschien een paar dagen eerder. We hebben er toch maar een paar. Dat is waar. Maar ja, we moeten altijd een beetje gelijk. Waarom we kunnen dat... soort van zelf bepalen, maar we zijn een beetje loyaal natuurlijk aan de platenzaken. De platenzaken hebben niet zo heel veel te klagen. Nee, nee, dat is waar. Maar en bol.com en dat soort dingen. Daar mag je trouwens ook voor kopen, hè? Alleen krijg je er dan geen handtekening op. Dat is het extraatje. Heb jij nog iets leuks? Jij was afgelopen maandag, was je allerlei dingen aan het doen. Want dat zie ik hier, want lieve Martijn, Tinus, die altijd met jou mee is nu, die doet alle dingen voor mij filmen. Goed, hè? Dankjewel daarvoor, echt super lief en ook heel leuk allemaal. Hier was jij op het strand. Moet je eens rustig weglopen. Nou, hebben hoor. Wat was jij maandag op het strand aan het doen? Dat mogen we nog niet zeggen, denk ik. Nee. Dat is een secret project. Nou ja, dat weten we niet eens. Dus voor hetzelfde geld wordt het niet eens gebruikt. Dus, Nee, het is waar. Nou ja, goed. Het zijn heel veel mooie beelden. Wordt het niet gebruikt voor iets, dan zullen we later vertellen waar het voor was. En VI moet je misschien even vertellen. Nou, we hebben wat dingen opgenomen voor het nieuwe seizoen van VI Deling. Dagelijks programma en dat is 5 dagen in de week. Dus de muziek wordt geskipt. Dus na 12 jaar stoppen wij. Dus we hebben volgende week de 20 december hebben wij de allerlaatste VI-uitzending. Na 12 jaar. Na 12 jaar. En dat is ook dan wel weer grappig, want ik begon met VI en toen was Pink Flamingo net uit. En eigenlijk door Pink Flamingo zat ik bij VI, omdat Johan Derksen die platen en heel dat verhaal. En nou komt hij heel toevallig. Want daar hebben we niet over nagedacht. Nee. Komt die gewoon uit in de maand dat ik stop bij VI. Dus het cirkeltje is rond. Ja. Heel en dat goed. Allemaal met bacon op de hoes. Ja, leuk hè. Blijft een leuke hoes. Nee, ja, dat is ook. Sommige mensen zullen het jammer vinden. Sommige mensen denken, joh, 12 jaar vind ik niet lang genoeg. Het is mooi geweest, toch? Ja. Dus 12 jaar, dus 12 is lang. Ja man, we hebben leuke dingen ook. Ja, als je soms terugkijkt naar die 12 jaar, wat we daar allemaal hebben gedaan. Het was fantastisch en ik ben altijd voor verandering. Soms is gewoon dan weer dat iets was en het programma stopt ook. Hè. Het is ook niet dat wij, het is gewoon prima. Ja. Het is een mooie afsluiting. Wat vond je het allerleukste? Wat is je bijgebleven van Veronica Insight? Of dat is volgens mij ook in de uitzending. Of Voetbal International? Of, volgens mij ergens. Ja. Nou, wat me het meest bijgebleven is wel die zomer. Ja, mij ook. 72, 73 dagen non-stop. Eén maand Scheveningen, 1 maand Naaldwijk, 3 weken Londen. Terugvliegen en gelijk aan de slag bij VI. Ja, dat was big superleuk. Ja, we hebben toen echt gewoon, wat was het, 72 dagen in hotels geleefd. En dat lijkt leuk, dat is ook best wel leuk, maar op een gegeven moment ben je er echt heel erg klaar mee. You're the cutest thing that I ever did see. Maar dat maakt het ook wel bijzonder. Ja, wanneer doe je dat nou? Vooral het eten vind ik heel erg. Dat je gewoon, zeg maar, 74 dagen lang buiten de deur eet. Ja. Nou, voor de ene laatste keer gegeten hier. Ranzig. Oeh. Vies. Basmati-rijst met meuk. Maar trouwens, toen maakte ik ook al maar die soort van vlog. Je hoeft mensen niet terug te kijken. Nee, maar wij doen het af en toe wel. Ja. Af en toe zitten wij, want toen zat er nog geen geluid bij, want toen had ik nog niet spectaculaire. Volgens mij zat er nog geen geluid bij, wel. Als dit geen vet filmpje wordt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Een flip? Nee, dat was de allereerste. Ah, ja, de allereerste soms kijk ik nog wel eens filmpjes terug van Londen. Dat zijn echt hele oude vlogs, maar dat is echt wel, ook voor ons is dat heel leuk om terug te zien. Toen keken nog geen hond naar die video's natuurlijk. I need to blow some steam. Cool me up. Het is wel heel leuk voor onszelf dat je eigenlijk een soort, dat je hebt vastgelegd hoe dat was. Omdat je er we moesten elke dag met die metro. Wat ik er leuk aan vind is dat nu vlogt iedereen, zeg maar jij vlogde 12 jaar geleden al. En jij hebt zeg maar de eerste VI heb jij al gevlogd. Ja. Alleen zonder geluid. Dus dan deed ik gewoon 1 minuut per dag. Videomateriaal met muziek eroverheen, jouw muziek. En dat was het. Ook al staat allemaal op YouTube. Dus mocht je op deze komende tijd dat je toch binnen zit en thuis en niet door de regen wil lopen of door de sneeuw, kan je dat allemaal terugvinden. Mag ik weer in de lens kijken? Ja? En mag ik weer naar die kant even naar buiten kijken? Ja, man. In combinatie met sneeuw en december en gewoon koud en... Dat is hem gewoon niet, maar als kerst gewoon zou zijn, ja jongens, we barbecuen weer met z'n allen samen in de tuin. Ja. En er staan mooie lampjes, prima. Ja. Jij had vandaag een fotoshoot hier thuis. Maar mag je dat nog niet zeggen? Ik weet het niet, de mensen doen altijd een beetje ruimzinnig over volgens mij. Ik had zo'n heel ekel aan, mogen we nog niet zeggen. Ja, ik zeg wel altijd, maar het is gewoon voor een krant, een fotoshoot en die hebben gewoon zo'n eindejaars interview geloof ik. Dus net zoals dat filmpje van de streamers wat net online is gekomen. Als ik nou van de week had gezegd, oh, ik ben even een filmpje voor de streamers aan het opnemen. Ja, dat is niet leuk. Dan is het niet leuk. Nee. Dus dat komt dan nu naar buiten. Dat is wel een leuk filmpje geworden, vind ik. Leuk. Was ja. Ik denk dat ik in maart erbij ben. Ik voel een stukje trots. Ja, toch? Ja, zeker. Er komt bij mij gewoon een Oscar komt er in de kast te staan. Absoluut. Het was gewoon... Hé, draai eens om. Nee, het was beter. Oké. Okay. Ja, ik kriebel in mijn oor. Ik denk dat gebeurt er. Mag ik heel even wat laten zien? Ik weet dat dit klinkt een beetje commercieel. Ja, het is echt, ik weet wat je gaat doen. Het is heel commercieel dit. Het is echt ranzig en je kan je niet doen dit. Maar ik doe dat nooit. Ja, ze kwamen dus vandaag al pas binnen. Ik heb ze ook nog nooit, ik heb ze ook niet gezien. Nee. Dus ik haalde ze vandaag pas uit de doos. Oh. Kijk eens, waar ligt die? Hier. Die ligt lekker hier. Hey, Beek. Ja, hij ligt lekker daar. Dus kijk, maar zo leuk. Eigenlijk, kijk. En ook nog een keer aan de binnenkant. Ja, het is echt mooi gedaan. Goed gedaan. Ik weet ook nog gewoon dat we deze foto hebben zelf gemaakt. Ja. En een andere foto, dit is een foto, serieus. Van onze vakantie in Cuba. Van onze vakantie in Cuba. Ik heb dit dus zelf gemaakt, hè? Ja. Ik heb dit zelf over elkaar heen geplakt en gedaan. En toen heb ik het... Ja, deze hoes heb ik zelf gemaakt. Helemaal. Oh ja, en ik weet nog, we hebben hier zo bij dit, dat zie je altijd toch staan. Zo'n nummertje. Zo'n nummertje, met zo'n C'tje erachter. Even scherp zetten. C'tje erachter. Maar dit is dus de geboortedatum van Beken. 19/6/2007. Ja. Goed, hè? Nou, dat zijn weer leuke weetjes, hè? Maar goed, super echt leuk. Dat 12 jaar na dato op vinyl. Ja, echt tof. Oh, ik ben eraf. De dag begint ook een beetje alsof iemand het licht niet heeft aangedaan en dat ook niet gaat gebeuren. Nee, alsof je gewoon stroomstoring hebt. Ja. Bah. Ja. Want er is zelfs een beetje gesneeuwd vandaag. Alles was wit. I'm dreaming of a white Christmas. Nee, I'm not. Nee. No, I'm dreaming of a sunny Christmas. Lieve mensen. Fijn weekend. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Tjus. Dag. God op. Ja.